Oh, ik zag mezelf al volgens mij. Nee, nog niet. Goedenavond. Welkom bij deze live uitzending. Oh, mijn geluid uitzetten. Zo. Nou, ik heb mezelf al gevonden, zie ik. Ah, er komen er ook al steeds meer binnen al. Er zijn er al meer die mij gevonden hebben. Even naar de reacties. Eens even kijken of mijn beeld goed staat. Of ik nog in moet zoomen. Nee, ik denk dat het wel goed zo is. Ja, zo gaat het wel. Even kijken, de reacties nog. Ja, hier heb ik ze. Hi, goedenavond. Nou, de reacties zie ik ook. Gezellig. Welkom bij deze live uitzending. Ik heb al wat spulletjes klaargelegd. Ik wacht nog heel even tot er nog meer mensen binnenkomen. Goedenavond. Gezellig dat jullie lekker mee komen kijken. Nou, jullie kunnen vast al wel raden waar ik mee aan de slag ga. Ja, ik wacht nog heel even hoor, totdat er meer mensen binnenkomen. Goedenavond. Hoi, Ria. Oh, twee Ria's zie ik. En ik zag Mario en ik zie nog meer bekenden die altijd binnenkomen. Gezellig. Goedenavond. Nou, zoals jullie zien, heb ik rijstpeper klaargelegd en de stempel, de JMA-ES stamp 140. En het rijstpapier is trouwens nummer 25 uit de Warm & Cozy lijn. Daar ga ik mee aan de gang. En ik heb twee maskstencils gereed gelegd, de JMA-ES mask 75 en de 76. En ik heb nog een oudere stempelset, maar niettemin ook een hele leuke nog steeds om te gebruiken. De JMA ES stamp 110 uit de vorige Essentials collectie. Dus daar ga ik mee aan de slag. Met heel veel medias. Mediums. En ik heb hier de Slimline. Slimline, een artjournaal. Ik heb trouwens ook er even bijgepakt de navulling. Die kun je nu ook zo krijgen. Tenminste, krijgen, kopen in de winkels, los te verkrijgen. Zo wilde ik het zeggen. Goedenavond, degene die nog lekker gezellig binnenkomen. Leuk dat jullie lekker meekijken. En dat is de aardjournaal JMR ES, de journaal 03. En de aanvulling is dan de JMA-ES JP11. En dan zitten dus ook de witte zitten erin en de kaartstok en de zwarte. Dus mocht je zeggen van nou, ik zou eigenlijk nog wel eens wat navulling willen, dat kan. Mochten jullie daar nog niet bekend mee zijn bij deze. Nou, ik ga dus hierin werken, maar ik heb er al een paar klaargelegd. Goedenavond. Degene die nog leuk gezellig binnenkomen. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben alleen nog maar aan het uitleggen geweest van waar ik mee wil gaan werken. Ik heb hiervoor voor het rijstpapier te gaan plakken op mijn papier ga ik de decoupage lak mat gebruiken van Studio Light. Het is gewoon een ideaal klein flesje. Mocht je nou zeggen van nou, ik heb nog niet zoveel rijstpapier of ik weet niet of het leuk is om te doen. Dit zijn toch wel ideale kleine potjes om mee te werken, toch? Hoi allemaal. Nou, gezellig dat jullie nu op erbij komen. Nou, ik ga eventjes aan de slag ermee. Ik heb al een klein voorbereidingtje gedaan, oftewel eentje heb ik alvast vastgeplakt, maar ik ga er nog meer op werken. Maar ik doe van weet je, ik doe er alvast eentje gewoon klaarleggen, zodat ik die toch alvast gedaan heb.
Welke wil ik nog meer gebruiken? Ik wil dit stukje in de hoek. En ik ga met warme kleurtjes werken. In die zin meer voorjaarskleurtjes. De voorjaarskleurtjes ga ik pakken. Ik ga niet meer zo donker werken, maar ik ga dan naar het lichtere toe. Want ja, het voorjaar, het is ook voorjaarstemperaturen toch? Dus daar gaan we nou mee werken. Nou, ik wil dit stukje nog doen. Dat doe ik gewoon met water. Met een klein perceeltje. Want ik weet niet hoe ver jullie bekend zijn met rijspapier. Heel veel wel, maar misschien is het ook voor een aantal mensen nieuw. Zou zo maar kunnen. Nou, ik ga dit stukje gebruiken. Dan maak ik gewoon de rand nat wat ik af wil scheuren. Dan scheurt het makkelijker als je het wat nat maakt. Met een dun perceeltje met wat water eraan. En dan ga ik het dus op die manier gewoon scheuren. Scheuren is beter dan knippen. Want als je het knipt en je plakt het op en je gaat het dan verwerken. Dan krijg je echt een streep te zien. En als je het gewoon scheurt, dan krijg je een beter verloop als je het verwerkt met verf of wat dan ook. Maar dan krijg je een beter verloop. Dan zie je de overgang niet meer zo goed. Ah, sinds deze collectie ken ik het rijspapier. Ah ja, 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 er zijn in deze collectie van Warm en Cozy zijn er maar 4 uitgekomen. Maar volgens mij zijn er in de meeste winkels nog best wel veel rijspapier te verkrijgen. Van de nieuwe lijn, van de oude lijn zijn er ook nog, hè? Van de New Awakening. Daar zijn nog heel veel van en van deze serie zijn er 4 uitgekomen. Dus even kijken of er nog meer zeggen. Dan niet dat iedereen gezellig meekijkt. Ja, leuk dat jullie lekker meekomen kijken. Ja, nou, even kijken. Dus dit randje wil ik er ook af doen. Nou, dan ga ik lekker in mijn aardjournaal verwerken. Ik vind het altijd zo ontspannend om dit te doen. Nou, dan gaan we dat lekker doen, hè. Nou, het is een beetje wit, maar dat maakt trouwens niet uit. Want dat komt straks wel goed. Dus ik laat het gewoon zo. Nou, die wil ik hier gaan verwerken. Dus even kijken. Dat mag best hier overheen vallen, want dat doe ik straks gewoon losknippen. Dus dat maakt niet uit dat het gewoon samen met de twee pagina's vast zit. Ik heb trouwens de pagina's vastgeplakt met krafttape. Dat is van Marianne Design. En dat is tape die je heel makkelijk los kan halen. Goedenavond, iets later was ook aan de hobby. Oh, dat is leuk, Carla. Ja, zo is het. Ja, dan vergeet je de tijd heel makkelijk, hè, als je lekker bezig bent. Dat is zeker waar. Dat vind ik ook. En over de gaatjes doe ik het, zodat het ook niet eronder kruipt. Want eigenlijk wil ik deze kant, de achterkant, ook nog gaan gebruiken. En deze die wil ik dus hier, zei ik al. Nou, deze die is wel groot, lekker groot uitgevallen, maar dat geeft niet. Vind ik heel mooi. Dus ik vind het zo'n mooie lantaarn. En dat katoen. Dat katoentje heb ik erbij gedaan. En dan wil ik misschien deze ook nog wel hier. Eens even kijken hoor. Of ik daar ook nog. Ja, daar ga ik ook nog eens doen. Dus dan pak ik. Deze die ga ik dan ook nog nat maken. En die ga ik dan ook nog erbij op plakken. Dus die gaan we dan ook zo scheuren. Even naar jullie reacties. Goedenavond. Ja, dat heb je ook wel eens, hè, dat de telefoon gaat. Nou. En dan deze scheur ik hier. Ik ben goed in beeld bezig. Ja, dat is ook wel belangrijk, hè. Achterkant. Ja, dat de achterkant vies wordt. Ja, wat je dan ook kan doen, dat zal ik dadelijk doen als ik het opgeplakt heb. Dan doe ik er nog wat keukenpapier onder leggen. En dat absorbeert ook en dat helpt ook tegen het minder vies worden. Nou, deze nog. De witte randjes. Oh, de witte randjes nog eraf. Dus dan scheuren we het gewoon eraf. En even kijken, ik vind dat hier ook wel een hoekje uit mag. Daar zit niks, alleen het gele papier
Dus dat vind ik ook gewoon hops eraf. Deze die gaat zo. En dan gaat die, komt die zo. Die komt daar en die komt daar. Even kijken, is dat leuk? Ja. Neem me niet kwalijk. Nou, dan gaan we het opplakken. Deze die kan aan de kant. Heel eventjes opzij zetten voordat ik hem om laat vallen. En die gaat daar. Eventjes staan dus. Ja, als je het op de glasplaat, ja, Marion, als je het op de glasplaat legt, ja, dan ja, kan er heel makkelijk iets onderheen kruipen. Ik zou gewoon een dun keukenrolletje eronder leggen. Dat helpt naar mij, ja, naar mijn ervaring. Mijn ervaring is mee dat dat toch wel heel wat helpt. Die ga ik even vooraan leggen. Ik had dus de decoupage mat, zei ik al, van Studio Light hiervoor. Je hebt ook de gloss. Maar ik neem de matte. Ik vind de glosse, die is ook heel mooi. Het is niet zo dat die heel erg hard glanst op je rijstpapier. Maar de randjes, die glanzen dan wel meer. Het witte, zeg maar. Dus ik neem deze. Nou, hoe doe ik dat? Ik sop het eerst. Soppen. Ik kwast het eerst eventjes in. Met een kwastje breng ik het eerst hier alvast ook wat op aan. Even kijken, zit ik goed in beeld? Ja. Dat is wel handig, hè? Dat jullie het zien. Dus dat is gewoon, ja, dun spul. Ik vind het heel goed werken. Nou, dan doen we het heel eventjes met... helemaal goed inkwasten. En dan plak ik het op. Waar ik het graag wil hebben, dat was hier, zei ik. En dan ga ik het ook vanuit midden, ga ik naar buiten toe. En dan doe ik weer een klein dun laagje aanzetten, erop zetten, zodat het gesield is. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, mocht je dus erop geverfd hebt en je zegt van, oh, ik vind het niet helemaal goed, dan kun je het er nog afvegen. En dan trek het dan ook niet meteen in. En het, ja, er zit een laagje op, zodat het ook niet kapot kan, zeg maar. Dus daarom doe ik nog een seallaagje erop. En het is gewoon goed vast zo. Nou, en deze dan ook nog. Even kijken. Ik zie, ik zie wel reacties, maar er wordt niks gezegd, laat ik het zo zeggen. Allemaal duidelijk volgens mij. Anders moet je het gewoon vragen. Hè? Als ik het niet meteen zie. Of jullie kunnen elkaar helpen. Of ik lees het straks nog. Zodat ik er later nog op reageer. Maar we doen ons best. Om het de antwoorden te geven. Nou, deze die is ook nou ingedaan. En die plak ik helemaal onderaan. Even kijken. Doe ik daar goed. Even nog een keer optillen. Ja, zo. En weer een laagje eroverheen. Even kijken. Nou, goedenavond voor degenen die nog gezellig binnenkomen. Ik ben in mijn aardjournaal bezig. Althans, twee pagina's ervan gepakt. En daar ben ik nu rijstpapier aan op te verwerken. En die ga ik mooi aankleden zo dadelijk. Nou, weer een laagje eroverheen zetten. Zo. Ik ga het straks op kleur brengen met de cadens. Cadens heeft zoveel mooie kleurtjes. Nou, ik heb ze lang allemaal niet. Dus er zijn geloof ik ook alweer 8 nieuwe kleuren uitgebracht. Of misschien wel meer, dat weet ik niet. Nou, dit is dus de decoupage lak mat van Studio Light. De SL-ES. En dan lak met een Q. Ja, zou ik het spellen, zeg maar. LAQC01. Dus die heb ik daarvoor gebruikt.
Dus even kijken, mijn penseeltje, die doe ik heel even in het water, anders wordt die hard. Dat is nou ook niet de bedoeling. En mijn krachtje doe ik heel even met een vochtig loodzoekdoekje af. Zodat die ook weer schoon is. Zo, die hoeft nog niet weg, die kan ik straks nog gebruiken. En dan ga ik hem heel eventjes droog maken. Eventjes herrie maken met mijn YouTube. Goedenavond. Zie dat er nog een enkele binnenkomen. Ja, ja, ja. Ik heb ook heel veel rijstpapier liggen. Dus ik ga dat toch maar weer eens even proberen, weer gebruiken. Ja, zo, ja, ik vind het echt spannend. Ja, je kan dit ook met een hotspot doen of met gel medium. Ga je het allemaal mee vastmaken. Dat klopt, Maria. Ja, de hotspotjes. Ja. Oh, ik zie al dat er meer liggen. Ja. Ja, ik heb er ook nog heel veel liggen. Weet je wat het is voor mij? Dan zie ik dat. En dan vind ik dat zo mooi. En dat heeft voor mij een hoog hebgehalte. Oh, ik denk van nee, ik koop er geen meer. Ik heb er genoeg. Maar ja, dat heeft bij mij weer zo'n hoog hebgehalte. En dan is, oh, dat kan ik dan weer niet laten. Maar ja, ik doe even de randjes afschuren. Je kunt het ook afknippen, maar dan knip ik het wel eens het papier mee. Je kunt het met een nagelveld doen, dat hoor ik ook wel eens zeggen. Maar ik heb dit schuurblokje van Joy aangeschaft. Dat vind ik zo, ja, vind het handig vasthouden. Maar je kunt het ook met een gewoon schuurpapiertje doen. Kijk, ik ben hier een beetje van de rand af geweest. Of, maar dat komt helemaal goed dadelijk met mijn verfjes. Of het is nog dat witte, dat maakt helemaal niet uit. Dat komt helemaal goed. Ik wil alleen die losse dingetjes, wil ik er eventjes vanaf hebben. De vezeltjes. Zo, daar had ik ze er al afgehaald. Nou, dat is dus met krafttape. Het gaat af en toe wel wat los. Dus dat wil zeggen dat die dus heel makkelijk los kan. Maar dat is de bedoeling voor straks, hè, dat je het papier niet meetrekt. Nou, die kan ook weer eventjes. Ja. Ja, ik heb dat ook hoor, dat heb gehad en opmaken. Zeker waar. Maar ja, dat is mee alles geloof ik. En dat is ook met papier. Hier nog een heel klein beetje. Niet goed gekeken. Even kijken hier nog. Zo. Zo, het schuurpapiertje erlangs. Dit zijn van die klittenband dingetjes. Die zitten er als extra bij. En ja, en de kleintjes die heb ik ook nog ergens liggen, man. Zo. Even kijken. Wat het handige is... Oh, dat heb ik nu hier natuurlijk niet meer opstaan. Hier staan wel eens van die balkjes met kleurtjes erop. Even kijken waar ik hem nog heb liggen, man. Even zoek, zoek, zoek. Zoek, zoek, zoek. Ja, hier zo. Hier heb ik er nog eentje. Wat ik wel eens handig vind, en je kunt het natuurlijk ook gewoon zelf doen. Er staat een klein kleurenbalkje met vier kleurtjes. Nou, toevallig heb ik daar dus ook wel naar gekeken. Kijk, ik heb dat toch een beetje erbij opgezocht. En bovendien zie je het ook aan de kleuren die erin staan. Kijk, dan kun je aan de hand van dat, kan je het eigenlijk ook een beetje gaan kijken van, oh ja, die kleurtjes. En gewoon naar de plaatjes zelf. Maar ik heb er in ieder geval een aantal kleurtjes erbij gepakt. Die ik wil gaan gebruiken. En die kan weer aan de kant. En dat is de... Ik heb de 011 erbij gepakt van Cadence. De hybride acrylverf. Dat is de licht oranje. En ik heb de 06. Dat is de Old Lace heb ik erbij gepakt. En ik heb de... lichtgeel, dat is de 07. En ik heb de amber, dat is de 13. En ik heb de klassiek eik, dat is de 097 heb ik erbij gepakt. En de Sedona,
Dat is de 027, heb ik erbij gepakt. Even kijken, die ga ik ook opzij doen. Even plaats maken. En daar wil ik allemaal een beetje mee gaan werken. En sommige die wil ik gaan mixen met iets, maar dan ga ik dadelijk doen. Eerst op kleur brengen. De kleuren die ik nu ga gebruiken zijn deze doe ik straks. Ja, en deze doe ik ook, deze weet ik nog niet. Nou, eerst allemaal eens goed schudden. Dat is belangrijk. Ja, bij mij gaan de doppen ook kapot, Ria. Ik heb de plastic omheen bij een aantal. Met een stiekje. En dan drogen ze in ieder geval uit. Dat klopt. Eerst goed schudden. Als je dat niet doet, dan zit er een waterig iets bovenaan. En de dop vasthouden voordat het wegspringt. Dat klopt. Kijk. Bij mij is hij ook kapot. Ik heb het daarbij een aantal, niet bij alles, maar gewoon bij een aantal. Ja, even kijken. En deze, ik ga het gewoon eventjes allemaal goed schudden. En ik doe het met sponsjes. Gewoon de simpele huistuin- en keukensponsjes. Die heb ik gewoon in kleine stukjes geknipt. En dan ga ik in dit geval eens de blauwe iets gebruiken. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld de paarsige kleur, of de Sedona kleur. Ik ga dat ook met deze kleur dus verlengen, zeg maar. Ik kijk gewoon naar de kleurtjes van het rijstpapier en daar ga ik eigenlijk een beetje mee verder. Zodat de overgang goed komt. Want als ik hier dus een lichte kleur doe, dan blijf je toch de randjes wat meer zien. En dat wil ik niet. Ik wil het over laten lopen. Zodat het niet de randen niet echt zichtbaar is. Zo ga ik dat doen. Eerst, ik ga gewoon hele kleine dotjes hier op mijn craftsheet doen. Even kijken. Ik ga even kijken of ik goed in beeld ben. Of ik niet naar onderen moet werken. Voordat ik mijn craftsheet doe. Ja, ik zie mezelf nu. Dat is wel handig, hè? Zodat jullie ook mee kunnen kijken waar ik mijn... meestal pak ik eigenlijk een... hoe noem je dat? Een schilderspaletje. Om daar mijn verf in te doen. Heb ik dus nu niet gedaan. Dan ben ik vergeten te pakken. Maar dat maakt niet uit. Zo kan het ook. Als ik me ervoor zorg dat ik er niet in ga. Maar daarom heb ik nu de... keukenrol, daar gaat die er als eerst in. Zo vegend. Even wat kleurtjes op mijn craftsheet doen. Deze die heb ik straks, denk ik. Ja, weet je, ik doe ze allemaal gewoon eventjes. Behalve de lichte, die wacht ik eventjes mee. Zo. Ja, sponsje. Ja, ik vind het gewoon heel fijn werken met een sponsje. Nou, ik ga dat gewoon hier aanzetten. Ben ik in beeld, ja. Dan ga ik het gewoon hier de kleur bij aanzetten. Als je zegt van, oeh, dat is wel te paars. Dan doe je gewoon even nog een andere kleur erbij. En zo ga ik het helemaal volmaken. Ik doe het nou een beetje snel, want anders kom ik misschien in tijdnood. En niet helemaal dekkend hoeft het. Dat kan, hoeft niet. Kan, mag, hoeft niet. En ik laat ook wat hoekjes open dit keer. Vind ik ook heel leuk. Even kijken. Deze die kan hier wel. Met een beetje oranje erbij. Ik meng het ook gewoon. Hè? Nee, geen oranje. Een beetje bruin. Ik meng de kleuren ook gewoon op tijdens het werken. Zodat het allemaal lekker op elkaar overloopt. En dan kijk ik gewoon een beetje van wat voor kleur zit daar. Nou, daar ga ik mee verder. En je ziet wel, ik doe het gewoon met één sponsje. Ga ik gewoon in ieder kleurtje. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, hier is het wel heel licht. Dus dan pak ik dadelijk wel eventjes een nieuw sponsje. Maar die kleuren, die mogen voor mij gewoon over elkaar heen. Het is nog een beetje te fel naar mijn zin. Dus ik maak het gewoon eventjes met een ander kleurtje er doorheen. Maak ik het weer lichter. Dan gaan we hier nog
Ik dep het gewoon met dezelfde sponsje gewoon opnieuw erin. Dat hoekje wil ik een beetje lichter laten. En er komt nog van alles op, hè? Dus dat is allemaal geen probleem. Oh, deze had ik ook al gebruikt, zie ik. Met die ene kleur. Oké, dan een derde. Je kunt ze ook gewoon uitspoelen, hè, onder de kraan. Dus je hoeft ze niet meteen weg te doen. Dat hoeft echt niet. Kijk, hier vind ik al dat ik te veel erop ga. Nou, zo kan je het gewoon makkelijk afvegen omdat ik het gesield heb. Niet te lang mee wachten, want dan is het alweer te droog. Ja, het is gewoon leuk om te doen, vind ik. Ja, wit, dat kan ook. Ja, ik heb nou de Old Lace erbij. Maar inderdaad, als je de wit erbij zet, om het minder fel te maken, dat kan ook. Misschien dat ik dadelijk ook nog pak, hoor. Wie weet. Maar goed, ik kan het ook gewoon zo doen. Hoppa, dan wordt het ook alweer lichter naar mijn zin. Kijk. Maar inderdaad, met wit erbij is heel goed, ja. Doe ik ook vaak, hoor. Maar ik heb het nou niet gedaan. Ik doe deze er nog bij. Zo. Die maakt het ook al een stuk lichter volgens mij. Ja, kijk. Nou, zo gaan we te werk. Tenminste, ik dan. Eventjes een beetje tempo zetten. In het op kleur brengen. Ik wil ook wel lezen wat jullie zeggen. Een schilderschort, oh ja. Ja, dat is ook wel handig. Als je van die brede mouwen hebt, dan moet je ook mee uitkijken, vind ik altijd. Ik wil daar ook wel eens aan. Deze, ik heb hier een blouse onderaan en die mouwen zijn nogal breed. Dus ik dacht, ja, dan moet ik toch mijn vest aanhouden, want anders hang ik er met mijn mouwen erin. En dat vind ik toch ook wel je zonde van mijn blouse. Ik denk dat deze wat lichter gaan. Dus ik doe gewoon heel eventjes. Dat ik dat wat open houd. Dus ik doe hier eventjes niks. Maar wel daar. Kijk. Hier nog een kleurtje erbij. Ja, het pakt iedere keer anders uit. Steeds weer anders. Ik heb al een voorbeeld gemaakt hiervoor. Dat doe ik altijd, want dat vind ik fijn als ik live ga, dat ik al iets voorbereid heb. Dus die zal ik straks laten zien ook. En dan zien jullie hoe anders dat die ook weer is. Want ik zie nu al dat die veel anders wordt. Maar dat is nou juist het leuke ervan. Niks wordt hetzelfde, hè. Laat onszelf gewoon verrassen van hoe het uitpakt. Maar kijk, hier ga ik ook weer dat gele erbij. Dat vind ik dan toch mooi om dat toch ongeveer hetzelfde te krijgen. Ongeveer, hè. Dat hoeft niet helemaal. Helemaal niet. Even kijken, nog een beetje geel erbij. Even kijken hoor, naar jullie reacties hoor. Geef niet. Oh, oké. Hier wou ik wat open laten, maar ik moet even kijken waar ik precies wat open laat. De lichtere kleur er wat erbij. Oh, ik zie dat ik hier ook al wat van die andere kleur heb zitten. Nou ja, dan doen we het er gewoon overheen. Niet erg. Ik ben nog in beeld. Ja, hè? Ja. Dat ik niet buiten beeld zit te werken. Zo, nou, kijk, hier heb ik het wat donkerder en daar wordt het weer wat lichter, hè? Zie je dat? Hier nog een beetje wat geel erbij, vind ik. Hier ook nog wat. Totdat je tevreden bent. Zoiets. Ja, kijk, hier vind ik, mag best wel nog een beetje geel erbij. Doe heel zachtjes, heel voorzichtig. Een beetje geel. Zodat het toch wel lichter wordt, hè? Zo. Nou, hier nog een beetje. Niet te veel.
Dan wou ik wat lichter houden. Open houden in het geval. Ja, ik denk dat ik hem zo laat. Ja, wat nu wel mooi. Ja. Ja. De webwinkels die, ja. De rijspapier wel kennen. Ja. Even kijken. Nou, zo wil ik het doen. Zo laten. Dus even kijken. Even op afstand kijken of ik tevreden ben. Dus jullie zien het nou even niet, want ik wil even zelf spieken. Ja, er komt nog van alles op. Dus het gaat gewoon om de achtergrond, hè. Nou, dan doe ik heel eventjes alle potjes dicht. Op eentje na. Deze, want die wil ik nog gebruiken. En deze weet ik ook even niet of ik die nog wil gebruiken. En deze. Maar de andere donkere kleurtjes, deze kleurtjes, die doe ik aan de kant. Die wil ik, heb ik niet meer nodig. Oh. En dan heel eventjes deze sponsjes heb ik ook niet meer nodig. Dus die doe ik heel even in het water. Ja, dankjewel Erika dat je heel even de link erin gooit. Dat is goed, daar heb ik het inderdaad allemaal staan. Deze kleur hoef ik niet en die kleur ook niet. Heel eventjes van mijn alle kraft zit trouwens, ik doe ze allemaal eventjes weg. Misschien het wel het handigste. Die trouwens niet. Nee, zoek het zonde hè, om nou zomaar weg te doen. Zo, dat is mijn vuilnisbakje. Nou, heel eventjes wat schoonvegen. Wat ik niet nodig heb. Zo. Nou, wat ga ik nu doen? Ik heb hier de structuurpasta van de Studio Lightok. Dat is heel fijne structuurpasta. Die ga ik gebruiken met deze maskstencil als eerste. De JMA ES Mask 76. Hij is zo geweldig mooi. Die ga ik gebruiken met de spateltje, ook van Studio Light. Ik heb nou even die, de verpakking die heb ik niet meer, maar er zitten heel veel verschillende maatjes in. Nou, en dan gebruik ik nu deze van. Nou, kijk, de structuurpasta. Als je dus niks erin vermengt, dan krijg je ja, dit zeg maar. Dus het is eigenlijk een pasta met een heel fijn korreltje erin, zodat het een structuurpasta pasta is. Nee, die pasta die is niet dik. Ik hoor dat die pasta wat dikker is. Klopt dat? Nee, ik zal hem openmaken. Ik vind hem totaal niet dik. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem al een tijdje, ook een tijdje open. En ik vergeet er plastic doorheen tussen te doen. En ik moet zeggen, hij is nog steeds heel mooi zacht. Maar echt heel dik. Ik vind de, nee, de cadens vind ik wat dikker. Kijk. Nou, dat doe ik heel eventjes hier wat op. En ik wil, dan moet ik straks wel goed opletten dat ik niet ga mennen, hè. Maar kijk eens, ja, ik vind hem heel mooi. En dan wil ik hem een kleurtje geven. En dat kan je gewoon met de cadens doen, hè. Dus ik ga gewoon een heel klein beetje oranje er doorheen doen. Dus even kijken, zien jullie dat? Ja, hè. Ik ga gewoon een heel klein beetje mengen oranje er doorheen. Doe niet te veel, hè, want dan wordt hij steeds dunner. Dus van de verf wordt hij ook nog eens wat dunner, hè, Maria. Of wie vroeg dat, Marion? Oh ja, Marion, sorry, Marion. Nee, maar ik vind hem echt, ja, zoals je ziet, hij is niet echt dun. Nou, even kijken, hoe hou ik de stencil? Als hij zo is, dan hou je hem naar beneden. Is hij zo recht, dat is de bovenzijde. Dus zo moet je hem houden. Tenminste, dat trucje is mij ooit geleerd. Dus even kijken of die goed vast zit. Ja, zo. Nou, dus waar wil ik wat doen? Ik wil hem wat hier op doen. Daar wil ik ook. Hier wil ik er 3. En daar wil ik er 1. Dus ik ga hier beginnen. Goed vasthouden. Nou, hoop maar niet dat hij eronder doorloopt. Niet te hard duwen, want anders gaat hij er wel onderdoor lopen.
en goed tegenaan duwen. Even concentreren nog. Als een beetje boterachtig iets smeren, hè. Nou, even kijken, daar zit nog niks. Dus daar wil ik ook nog. En daar zit ook nog niks. Hoop ik dat hij goed gepakt heeft. Ja, kijk eens. Ja. Kijk, en zo gaat dat eruit te zien met een kleurtje. Hij droogt nog donkerder op, hoor. Zo is dat met een kleurtje. Even kijken. Dan een grote bezellen. Ja, daar weet ik even niet wat dat over gaat. Eventjes van rijstpapier en dan het brievenbuspakketje, toch? Ja, ik weet niet waar het over gaat, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, kijk, zo heb ik hem dus met een kleurtje. Even kijken, dan ga ik nog een beetje eruit halen. Moet ik even met een stokje, met een ijsstokje doen of wat dan ook. Of met een lepeltje. Anders komt de kleur in mijn structuurpasta. Dat wil ik ook niet hebben, hè. Dus even kijken, gewoon eventjes zo. Die leggen we daar. En dan willen we ook nog hier onder in het hoekje. En misschien hier ook nog wel trouwens. Hier wil ik ook nog wat. Maar eerst even op kleur brengen. Het maakt niet uit dat mijn kleur iets anders uitvalt. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik nou juist lekker speels. Het is ook mixed media, hè. Dat hoeft allemaal niet zo perfect. Qua kleur betreft vind ik dat heel leuk als het net wat anders uitvalt. Nou, even kijken. Dus dan wil ik hier op het randje nog wat. Goed naar beneden houden. Niet te hard duwen. Gewoon rustig een boterhammetje smeren. Kijk, zodat hij net een beetje over het randje is gevouwen. En dan wil ik het daar ook nog, zei ik. Dus hier ga ik er nog wat doen. Kijken wat hij mooi op kan. Hier kan hij wel mooi. Die mag er overheen vallen. Ik kan heel eventjes niet kijken naar jullie reacties. Oh, ik schoof wat. Dat lukt nou even niet. Ik moet heel eventjes mijn aandacht hierbij houden. Even kijken, net wel of net niet genoeg. We zullen zien. We zullen zien. Ik ga er niet bij maken in ieder geval. Misschien ben ik net een beetje uit beeld, maar dan... Oh nee, ik zit nog in beeld, zie ik. Zo. En daar heb ik ook nog wat zitten. Nou, ik doe hem heel eventjes wat afpoetsen, zodat hij ook eventjes in de bak met water kan. Oh nee, hier had ik nog een doekje. Nee, waar is mijn doekje inmiddels gebleven? Oh, opgeruimd. Nou, ik doe heel eventjes een beetje schoonmaken. Anders zit er wel heel veel aan voordat ik het in de waterbak gooi. Zo. Heel even in de waterbak. Zo. Gebeurt. En hier ook nog wat doen. Nou, dit stokje gewoon even goed afpoetsen. En je kunt het weer opnieuw hergebruiken. En anders kun je het altijd op je Mixed Media werkje nog hergebruiken. Altijd leuk. Deze nog eventjes afpoetsen. Niet boven mijn werk voordat er wat opvalt. Lekker slim. Ik weet niet wie te ziek is, want ik heb het niet kunnen lezen. Maar in ieder geval heel veel beterschap gewenst. Even kijken, het dekseltje erop van de structuurpasta.
heel eventjes mijn kraftsheet schoonmaken. Want ik heb nu wel genoeg van deze kleurtjes gebruikt. En dadelijk ga ik nog met de andere masstencils mee iets anders erop verwerken. Nou, het beste is gewoon met een keukenrol je kraftsheet schoonmaken. Dan gaat het eigenlijk altijd wel het beste. Met een droge keukenroldoekje. Nou, dan ga ik het heel eventjes drogen. Maar ook weer heel even mijn hand schoonmaken. Want er zit al heel veel gele verf aan. Dat is nou ook niet de bedoeling, hè? Hooikoorts. Ja, vervelend hooikoorts. Mijn dochter heeft ook heel erg hooikoorts. Is toch wel heel vervelend. Ja, wordt het dan leuk? Nou, dankjewel. Daar doen we het voor, hè? Nou, even kijken. Niet te veel aan mijn hand heb van kleurtjes nog. Is niet de bedoeling, hè? Nou, ik ga het heel even droog maken. Niet te kort op. Niet te lang op één plek. Want anders krijg je lucht eronder van die bobbels, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Een handje zo. Dus eventjes goed droog maken met de heat tool. En dan gaan we weer een stapje verder dadelijk. Ik hou hem eventjes wat van mijn kraftsheet af, zodat het gelijk onderaan ook wat droogt. En dan trekt hij schijnbaar iets minder snel krom. Ja, het is een fijne, een mooie fijne structuurpasta van Studio Lines. Nou, je kan het ook mengen met pigmentpoeders. Kan allemaal heel goed, hè? Ik heb nou mijn Cadence gedaan, maar je kan het ook heel goed met andere spulletjes. Volgens mij zelfs, ja, glitters, dat weet ik trouwens. Nee, glitters zie je dan niet. Dan moet je met gel niet in mengen. Zo, eens even voelen of het echt wel een beetje droog is. Ja. Eerst met gesso. Ja, met gesso. Ja, met structuurpasta kan je ook mengen. En met gel medium. Dat kan je ook heel goed mengen, zodat het doorzichtig is, zeg maar. Dat doe ik ook wel eens om met gel medium. Zo'n leuk effect ook. Maar nu met structuurpasta kan ook goed. Want dan heb je gelijk dat structuurtje erin, zodat je het als een gekleurde... Ja, een structuurpasta kan gebruiken. Even kijken, wat nu? Ik wil ook nog het andere, maar zal ik die volgorde doen? Ja, die volgorde doe ik. Ik had er nog eentje, net een masstencil. Maar dan ga ik weer met andere spul op. En ik heb hier de Nouveau Chalk Mousse. En ik heb hier de Nouveau Crackelmousse. Even kijken. Dit is de lichtere. En dit is de wat donkerbruine. En dit is dan Chalk. Dat is mat. En dit is, ja, dat krekkelt, zeg maar. Dus even kijken. Wat zal ik doen? Ik ga voor de Crackelmousse. Nee, Crackelmousse. De mat. De Chalkmousse. Zo moet ik het zeggen. Van Nouveau is dat. Nou, kom het papiertje eruit. Ja. Die Chalkmousse. Nee, die Chalkmousse is ook vrij nieuw volgens mij. En kijk, dat is heel dun iets. En dat doet mat opdrogen. Dus even kijken, ik wil de rondjes graag nog wat verwerken, dus die doe ik daar. Ook weer, het is vrij dun, dus niet te hard opduwen. Dat geldt ook hiervoor. Even kijken, want ik vind die cirkeltjes wel leuk van deze masstencil. En dat is de masstencil 75, als ik het goed zeg. Kijk. En ik wil hier ook nog een cirkeltje. Volgens mij zit er ook een kleinere op. Ja,
Dus dan doen we daar de kleinere. Oh, niet te veel. Zit ik nou in een gaatje? Ja, dacht ik al. Even kijken. Dus dan doen we deze en doen we hier. Eventjes hier erop. En dan wil ik hier ook nog eentje. De grote. Waar is die? Dan pak ik er lekker in. Hij is wel schuin gegaan, het potje, denk ik. Nou, even goed vasthouden. Ik weet niet of ik goed in beeld ben, maar ik moet het heel eventjes zo houden nog. Voordat het fout gaat. Daar wat. En dan wil ik, oeps, en dan wil ik hier ook nog. Eens even kijken, hier nog 1, 2, 3, ja. Hier wil ik er ook nog een. En zo komt hij steeds aangekleder de pagina, zeg maar. Zo. Daar nog wat. Ja, het is echt een bijpassende kleur zo, hè? Die Bettina, die deze moes. Ja, ik vind het ook leuk. Hier moet ook nog, hè? Als de verhouding niet klopt, zie ik al wel. Dus hier gaan we er ook nog heen doen. Dan zit het daar allemaal en hier onderaan. Dan moet er hier bovenaan ook nog heen. Dan doen we dat. En zo is gewoon kijken. En dan steeds komt er weer wat bij. Oh, deze is er denk ik een beetje onder gegaan, denk ik. Nou, we zullen zien. Oh, nee, val mee. Gelukkig. Nou, het is echt een hele mooie mousse. Die moet ik gewoon dadelijk ook heel eventjes met de heat tool droog maken. Ze hebben er verschillende kleurtjes van deze tjalk. In zwart heb ik hem ook al. Dat is ook erg mooi. Want ja, het is tjalk, dus tjalk is mat, hè. Overal plasticjes tussen doen voor het uitdrogen. Ja. Hij wordt nog wat donkerder, hoor, als ik hem droog maak. Eens even kijken. Ik weet niet of ik deze nog ga gebruiken. Even kijken. Nee, het zit genoeg op, hè. Ja, vind ik ook. Hoppa, nog stempeltjes erop zo dadelijk, dus ja. Oh, deze kleur. Het is nummer 1427N. En dat is de kleur, waar stond het nou? Even kijken. Tjalk mousse. Nou, dus de kleur. Nou, die staat hier niet op. Die staat volgens mij onder de sticker. Iets met bruin. Ah, ik zie hem al staan. Bourbon biscuit. Ja, dankjewel Erika. Ja. Volgens mij zat hij precies onder de sticker. Nou, weet je, ik draai het heel even om. Hoppa. En de heat tool er weer op. Heel even wat droog maken. Dan zie je dat het mat is, hè? Het droogt mat op. Maar ik vind wel een hele mooie kleur erbij. Past wel, vond ik wel leuk erbij staan. Niet te lang erop. Je kunt natuurlijk ook gewoon aan de lucht drogen, hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Zo. Ik ga het niet heel hard, niet te lang drogen. Ik weet niet. Mijn gevoel zegt niet doen. Even kijken, nou wil ik nog wat stempels. Deze stempel heb ik. En deze. Deze van de nieuwe serie. Van de JMA ES Stamp 140. Hè, van de allernieuwste. En deze is van een Essential serie eerder. En dit is dan de JMA ES Stamp 110. Ik alle twee wel heel leuk om erbij te gebruiken. En dan ga ik met oxide en met de zwarte doen. De rusting honing. En de gewone zwarte. En dan ga ik gewoon hier en daar ga ik het gewoon wat leuk aan kleden. Stempelen. Deze doe ik gewoon uit de hand. En de andere wou ik een acrylblok erbij pakken.
even een acrylblok erbij. En deze doe ik gewoon uit de hand. Dan laat ik één achterkantje eraan zitten van plastic. En dan ga ik gewoon hier en daar stempelen. Een beetje over de, hoe noem je dat? De rijstpapier heen. Vind ik altijd een heel leuk effect geven. En dan hier nog. Een beetje een ander hoekje nemen natuurlijk. Van de stempel. Even kijken, daar kan nog wat. En daar kan nog wat. Daar kan nog. Zo vind ik hem eigenlijk al vol genoeg. Zo. Even wat afpoetsen. Weer terug. Kan je weer een stukje meekijken, José? Leuk. Even wat droog maken. Nou, ik laat hem eventjes open liggen. En dan heb ik de andere nog erbij gepakt. Eens even kijken welke ga ik daar nog van nemen. Even goed kijken hoor. Dan pak ik de honingkleur. Eens even kijken. Wat is leuk? Misschien toch rondje? Nee. Deze. Deze die is ook altijd heel leuk. Is wel een favorietje van mij. Dan doe ik ook nog wat. Stempelen. En dan hier nog wat. Eens even kijken hoor. Wat zal ik nog meer doen? Hier nog eentje. Hè? Is dat wel leuk, die spetters erop. Zo. En eens even kijken welke zakken nog meer bij pakken. Is dat zo'n leuk setje? Er zit echt van alles op, hè, bij deze. Nou. Even kijken welke. Ja, dankjewel. Wordt heel mooi. Nou, dankjewel. Fijn te horen. Deze nog een beetje. Ik weet niet of die heel duidelijk is. Of wil ik niet te veel ervan op hebben. Nee, die vind ik niet zo leuk. Nee, niet doen dan. Die vind ik hier niet zo leuk bij. Ik denk dat ik het zo bijna heb. Welke zullen we nog doen? Die kleine spetters misschien? Linksonder, hier hè? Ja. Oh. Oh, dat moeten we niet te vaak doen. Is daar nog wat? En waar kunnen we nog meer? Oh, hier nog. Nou, ah, die zijn altijd wel zo leuk erop. Zo. Nou, dan ga ik nog spettertjes aanbrengen. Die kunnen natuurlijk niet ontbreken, de spetters. En de randen ga ik ook nog doen. Eens even kijken hoe laat het is. Ah ja, daar ben ik mooi op tijd, zie ik al wel. Even kijken, nog wat spettertjes. Dat doe ik met de, ik heb dan de Molotto acrylmarker, maar je kunt ook bijvoorbeeld de Posca nemen. Dat is maar net wat je in huis hebt of wat je fijn vindt om mee te werken. Maar de spettertjes mogen natuurlijk niet. Ja, dankjewel, omdat de kleurtjes mooi zijn bij elkaar. Ja, ik vind het ook wel een hele mooie combinatie zo. Ik zal dadelijk nog mijn ander werkje laten zien. Maar ik zal het heel eventjes de spettertjes nog doen en de randen. Nou, gewoon her en der. Dat mag van mij ook best op het rijstpapier komen. Ik heb in dit geval de witte spetters. Maar je kan ook kiezen voor zwarte spetters. Volgens mij ook heel leuk.
zwarte spetters. Als je die witte vlakken niet leuk vindt, dan kan je dat bijvoorbeeld ook nog met Distress. De vintage foto. Dat is heel licht bruin. Kun je ook nog heel lichtjes mee opkleuren. Of je kunt helemaal doorzetten, hè, de kleurverf. Maar ik heb nou een keer gekozen om dat niet te doen. Omdat ik dat dus heel vaak doe. Om heel alles mee te kleuren. En dat, dit is voor mij een uitdaging. Zodat ik wat witte stukjes openlaat, zeg maar. Nou, zo is wel genoeg, hè. Kijk. Wat spetters erop. Zien jullie dat? Denk het wel, hè. Nou, ik heb nog de Cadence. Ik heb nog de Cadence Distress pasta genomen. En ik heb de Bordeaux. De oude Bordeaux kleur. Old Bordeaux. 1303 heb ik. Goudspetters. Oh ja, dat is ook leuk, Marion. Goudspetters erop. Goed zo, Ria, dat bij jou ook weer gaat groeien, kriebelen om het weer aan de slag te gaan met rijstpapier. Ja, voor mij was het ook vrij lang geleden. En ja, ik vind het zo leuk om te doen. Dus even kijken, zullen de spetters al wat droog zijn? Ja, denk ik, hè. En dan straks ook nog een leuk tekstje erop of zo. Nou, dus ik zal laten zien wat ik bedoel. Je kan dit dus nou ook al losmaken. Dat zal ik dadelijk doen, trouwens. Kijk, en dan de randen. Nog een leuk accentje geven. Zodat ook de witte stukjes die hier nog zitten, die zijn nu gelijk ook weg. Zie je dat? Die zijn er gelijk mee weggepoetst. Ja, en maar wacht, ik doe het gelijk heel eventjes eraf halen nog. De binnenkant doe ik dus niet met deze pasta, omdat ik het een geheel wil houden. En als je dus alles doet, dan is het eigenlijk niet echt een geheel meer, zeg maar. Nou, deze die zat nog vast, hè. Dan kun je het beste vanuit het punt pakken waar het niet vast zit. En dan kun je het hier langs heel makkelijk losknippen. Zeg ik dat goed? Of langs achteren. Dat was het. Langs achteren losknippen. Ik had het van de week nog gedaan. Toen lukte het vanzelf. Zo, ja. Nou, waarom lukt die nou niet zo goed? Zul dat zien? Dat ik een verkeerd schaartje heb misschien. Dat zou kunnen, hè? Zo. Dan is die los. En dan rekening mee houden dat je dus niet de binnenkant doet. Want dat moeten gewoon twee pagina's bij elkaar worden. Dus één geheel. Maar dit maakt het wel af, vind ik, toch? Heel even naar jullie reacties kijken. Heel graag gedaan. Ja, die pasta maakt het wel af, hè? Nou, graag gedaan. Nou, ik vind het leuk, leuk te lezen dat jullie het mooi vinden geworden en dat jullie het leuk vonden. Nog een beetje erbij. Zo. Nou, en dan kun je dus, hier nog een beetje zie ik. Nou, dan kun je ook nog voor kiezen om leuke teksten erop te doen. Maar dat vind ik altijd zo persoonlijk. Dus dat ga ik nu ook niet doen, vind ik. Maar gewoon een leuk plaatje zoeken waar ze bij op kunnen. Maar dit zijn de twee pagina's geworden. Dankjewel. En dit is het voorbeeld wat ik al gemaakt had. Kijk, hier heb ik trouwens nog witte gesso eroverheen gedaan. Dat ben ik nu, had ik nu dus niet gedaan. Maar je kunt er ook een heel klein beetje witte gesso erbij op doen, eventueel. Ja, weer genoten. Nou, vind ik leuk te horen. Ik
Kijk, en dit is het resultaat van nu. Ja, hoe kan ik dat beste neerleggen zodat jullie beide zien? Nou, volgens mij gaat dat niet echt zo in ieder geval. Nou, zo is het geworden. Nou, dankjewel voor het meekijken van deze live. Ik vond het echt leuk. Ik heb niet gezien aan het begin terugkijken. Ja, dat kan altijd, hè? Die is ook prachtig. Ja, het is er heel anders ook weer, hè? Hier heb ik het lantaarntje bij gedaan. En daar heb ik dan niet het lantaarntje, gedaan. En dit heb ik dan weer wel hetzelfde gedaan. Alleen hier heb ik het pompoen erbij op gedaan. Dat heb ik hier niet gedaan. Ja, en zo zie je dat het allemaal weer anders is. Toch weer heel anders. Dankjewel, Lydia. Dankjewel, iedereen. Nou, heel fijne avond. Doei, doei.